Verlichting is een van de belangrijkste elementen in de architectuur. Alleen door licht worden ruimtes, kleuren en vormen zichtbaar. Licht heeft een direct effect op hoe we ons voelen en heeft invloed op ons energieniveau. In gebouwen kan verlichting tot 15% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik uitmaken. Daarom is er behoefte aan duurzame lichtoplossingen. Vandaag spreken wij lichtspecialist Paul Kremers van Phosphor Lighting om meer te leren over architectonische verlichting. Bij architectonische verlichting draait het om het versterken en ondersteunen van het interieurontwerp en de architectuur. Denk aan het creëren van een bepaalde uitstraling en het verlichten van de structuur van een gebouw. Maar ook verlichting voor oriëntatie, voor een natuurlijke richtingaanwijzer om een bepaalde beweging in een ruimte te stimuleren. Het architectonisch ontwerp kan de duurzaamheid van het gebouw helpen door het gebruik van energiezuinige oplossingen. Vooral voor verlichting, verwarming en ventilatie. Ook door gewoon efficiënt gebruik van de ruimte. En door te bouwen met materialen die lage milieubelasting hebben. Zoals bijvoorbeeld hier houten constructie en beplating van het object in de Rhino Space. Bij het ontwikkelen van een lichtplan worden eerst de functies en de gebruikers van een ruimte in kaart gebracht. Daarop worden de doelstellingen voor de verlichting bepaald. En dan met schetsontwerpen wordt een lichtontwerp vormgegeven. Die is in lagen opgebouwd. Vervolgens kan dat in een lichtsoftware geoptimaliseerd worden. En dan worden de juiste lichtarmaturen en posities en aantallen gekozen om dat lichtbeeld te krijgen. LED-verlichting is tegenwoordig wel echt de standaard. Het heeft een langere levensduur en een hoger rendement ten opzichte van andere lichtbronnen. En verder kan er een hogere duurzaamheid behaald worden door automatisering en aanwezigheidssensoren. In de Rhino Space bijvoorbeeld wordt al goed gebruik gemaakt van daglicht vanwege de hoge ramen. Verder wordt in het ontwerp en het lichtonderzoek gezorgd dat er precies voldoende lichtniveau in die ruimte is. En verder wordt er ook gebruik gemaakt van een draadloze sturing, dat ook weer materiaal bespaart met de installatiemateriaal. Voor deze studio zijn lichtlijnen ontwikkeld die zo minimalistisch mogelijk zijn, maar met zo'n groot mogelijke impact, met uniforme lichtspreiding en ook dynamisch gekleurd. Met deze ultradunne lijnen ontstaat dus een materiaalbesparing en daarbij ook een besparing op de kosten.